Welkom bij Beeld Geraas, een nieuwsprogramma waarin roomblanke mannen als een trein over de gedachtenpolitie heen denderen. Dames en heren, jongens en meisjes, beste luisteraars. Door allerlei feestelijkheden in het afgelopen weekend was uw vertrouwde team niet in staat een uitgebreid verslag van de afgelopen week op te stellen. Omdat onze stelregel echter is dat we voor u altijd op maandagochtend een overzicht voor u hebben, heb ik toch een paar nieuwsfeitjes verzameld die ik nu graag aan u wil presenteren. En dan gaan we allereerst naar het zuiden van de Nederlanden, naar Brussel. Daar is een KUK-conferentie gesaboteerd. Op dinsdag en woensdag stond in Brussel een conferentie gepland van een halfbakken civiel-nationalistische, zeg maar, conservative National Conservatism Conference. Een project van de bekende Israëlische filosoof Yoram Hazoni, die ook voorzitter is van twee van de organisaties die de conferentie sponsorden, namelijk de Edwin Burke Foundation en het Herzl Instituut in Jeruzalem. Dit was niet een kleine, echt nationalistische conferentie, maar een verzameling van tal van prominente conservatives. Wie stonden er allemaal op het menu? Viktor Orbán, de premier van Hongarije. De Britse prominente Brexit-politicus Nigel Farage. Suella Braverman, de Indiase voormalige Britse minister van Binnenlandse Zaken. De voormalige premier van Polen. En ook Erik Zemmour, een prominent Joods publicist en kandidaat voor het presidentschap van Frankrijk in 2022. Gezien de aanwezigheid van deze toppolitici, waaronder zelfs een regeringsleider, kan het niet anders dan dat alle Belgische autoriteiten op voorhand waren ingelicht over de komst van deze prominenten. Desondanks ging het allemaal mis. De locatie waarin de conferentie zou worden gehouden was het evenementencomplex Claridge. Dit was al de derde locatie voor deze conferentie. De eerste ruimte, Concernoble, stuurde ze weg onder druk van de socialistische burgemeester van Brussel, Philippe Close. En de neoliberale burgemeester van Etterbeek zette het Sofitel Hotel onder druk om de ruimte daar op het allerlaatste moment ook te annuleren. De derde ruimte was dus de Claridge. En dit ligt in het stadsdeel Sint-Joost ten Noden. Het is geen erg prestigieuze locatie, maar ja, de organisatoren moesten iets. Echter, de burgemeester van dit stadsdeel is een of andere Turk, luisterend naar de naam Emir Kir. Deze heeft banden met de Turkse extremistische nationalistische organisatie van de Grijze Wolven. Hij is zelfs zo extremistisch dat zelfs de debiel linkse socialistische partij hem niet meer wou hebben. Dit stadsdeelburgemeestertje voelde zich zozeer op zijn besneden pik getrapt dat er een politieke bijeenkomst zou plaatsvinden in zogenaamd zijn stadsdeel, dat hij besloot om de conferentie te saboteren. Volgens deze Kir was dat om de openbare veiligheid te garanderen. Maar hij voegde eraan toe, extreem rechts is niet welkom, nog in Etterbeek, nog in Brusselstad, nog in Sint-Joost. In het dwangbevel dat hij uitvaardigde tegen de conferentie stond onder andere: deze gebeurtenis zou onmiskenbaar kunnen leiden tot gewelddadige reacties en aanzienlijke verstoring van de openbare orde. En de sprekers zouden er provocerende en discriminerende standpunten kunnen koesteren die geacht worden homofoob te zijn, zonder respect voor mensen en minderheden. Kortom, een puur partijpolitiek besluit van een radicaal Turks burgemeestertje. Het bevel om de conferentie te beëindigen werd gegeven op het allerlaatste moment. Dat is een beproefde tactiek, zodat een gang naar de rechter dan niet meer mogelijk zou zijn. Zo kwam het dat 2 uur na het begin van de conferentie, terwijl Nigel Farage aan het spreken was, de conferentie werd onderbroken door binnenkomst van de politie. De zaal zat bomvol met honderden academici, studenten en ambtenaren uit de hele wereld. De autoriteiten hebben besloten het evenement te sluiten vanwege de mogelijkheid van openbare wanorde, zei de woordvoerder van de politie. Toen de congresgangers weigerden te vertrekken, kwam de politie een uur later terug en overhandigden een officieel bevel. De politie gaf de organisatie 15 minuten de tijd
om het document van 3 pagina's te lezen en te ondertekenen. De organisatie zegt dat een van de redenen die we hebben gekregen, en dat is niet de enige, is dat er een tegenprotest zou plaatsvinden om 5 uur. En het idee is dat de politie dan niet in staat is om de vrijheid van meningsuiting op dit evenement te beschermen. Frank Furedi, een van de organisatoren, zei: ze proberen een technische reden te gebruiken om een politiek punt te maken. Ze vertelden aan de eigenaar dat als deze conferentie niet wordt afgesloten, ze de elektriciteit zullen afsluiten. Echter, nog steeds weigerden de mensen te vertrekken. Tegen 2 uur had de impasse al bijna 3 uur geduurd. Weliswaar waren een paar mensen vertrokken, maar de meesten bleven hangen om naar de overgebleven panelleden te luisteren. Op een gegeven moment bereikte de Tunesische eigenaar van de locatie, Lassat Ben Yahlane, een compromis met burgemeestertje Emir Kim. Van allochtoon tot allochtoon, zeg maar. Daar hoef je de Belgen niet bij te hebben. De politie zou nieuwkomers tegenhouden, zo was het compromis, maar zou de conferentie niet met geweld beëindigen. Wat een toegevingen. Dit betekende echter wel dat onder andere Eric Zemmour, toch echt een prominent, niet naar binnen mocht, maar gewoon werd tegengehouden. Het betekende ook dat de lunch, het voedsel van de aanwezigen, niet door de cateraar kon worden afgeleverd en op een of andere manier door de aanwezigen naar binnen moest worden gesmokkeld. Ben Yahlane, de eigenaar van de locatie, vertelde aan de pers dat hij het weliswaar niet eens was met de politiek van zijn gasten, maar dat hij de vrijheid van meningsuiting belangrijker vond. De prijs die hij daarvoor moest betalen was een gevecht met de plaatselijke burgemeester, die dan dreigde de vergunning voor de exploitatie van zijn locatie in te trekken. En verder werd gewoon zijn auto weggesleept. De Belgische premier Alexander De Croo, een Vlaamse neoliberaal, reageerde op het nieuws van de sabotage van de conferentie. Wat er vandaag in de Claridge is gebeurd, is onaanvaardbaar. De gemeentelijke autonomie is een hoeksteen van onze democratie, maar kan nooit de Belgische grondwet terzijde schuiven die de vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering garandeert sinds 1830. Het verbieden van politieke bijeenkomsten is ongrondwettig, punt. Ook de Britse premier Rishi Sunak, ook een heel Engelse naam, veroordeelde sabotage. Wat behoorlijk vernederend was voor België, was dat de premiers van Groot-Brittannië, en trouwens ook van Italië, commentaar gaven op de situatie voordat deze De Croo dat zelf deed. Farage hekelde in zijn reacties dat dit toestanden waren uit de oude Sovjet-Unie. Terwijl hij uit het gebouw werd geleid, zei hij: het was een zeer fatsoenlijke, respectabele groep mensen, leden van de Europese koninklijke families, premiers, academici en zakenmensen, en zij krijgen te horen dat ze geen alternatief standpunt mogen hebben. Dank God voor Brexit, voegde hij eraan toe. Op een vraag over de burgemeester die de sprekers van extremisme beschuldigt, antwoordt Farage: alles wat in die zaal wordt gezegd is een volkomen legale, democratische mening van mensen die de Europese verkiezingen zullen winnen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Philip de Winter, die als gast aanwezig was, kan de gemeente niet zomaar een privé-evenement annuleren. De Winter zegt: dit bevel is voor de buren, omdat er binnenkort verkiezingen zijn. In ieder geval is het hoogste gerechtshof van België tussen beiden gekomen en verwierp het dwangbevel van het kleine giftige stadsdeelburgemeestertje. De tweede dag van de conferentie verliep ongestoord. Viktor Orbán arriveerde en hield een redelijk goede toespraak. Al met al is dit natuurlijk een enorme blamage voor het Belgische regime. Het wijst er weer eens op dat diversiteit leidt tot een kruidvat aan etnische tegenstellingen. En dat de neoliberalen niet in staat is de lont uit het kruidvat te halen. Sterker nog, door de haat tegen hun politieke tegenstanders steekt het regime vaak juist zelf de lont in het kruidvat. Verder toont deze gebeurtenis ook aan dat de conservatives niet veilig zijn. Ondanks al hun protesten dat ze alleen maar wat minder multiculturalisme willen, dat ze trouwe aanhangers zijn van Israël en absoluut geen antisemieten, en dat ze eigenlijk alleen maar verder een klein beetje minder debiele linksigheid willen hebben. Echte nationalisten zijn al gewend aan boycott, sabotage en aanslagen. Maar ook de keurige, laffe conservatieven zullen hieraan niet ontkomen. En dan gaan we weer naar het noorden, naar Nederland. De asielkosten blijken nog weer veel hoger te zijn. De Telegraaf bericht dat voor de crisisnoodopvang van de asielzoekers dit jaar 375 miljoen euro extra nodig is. En volgend jaar nog eens 700 miljoen. Dit komt bovenop de 600 miljoen voor dit jaar die het kabinet al eerder uittrok.
En in de voorjaarsnota van vorig jaar zat ruim 8 miljard aan extra geld voor asielopvang. Om deze cijfers even in perspectief te plaatsen, voor defensie geeft Nederland per jaar 7,6 miljard euro uit. Dus de kosten van de asielzoekers alleen al zijn al hoger dan alles wat we uitgeven aan de krijgsmacht. En dit komt dus nog bovenop de gigantische kosten van de gewone massa-immigratie. Met name door kettingmigratie, wat het regime eufemistisch noemt gezinshereniging. En dan gaan we weer naar het zuiden. België onrechtstaat. We weten allemaal inmiddels dat Dries van Langenhoven, een prominent Vlaams politicus, veroordeeld is tot 2 jaar cel omdat hij in een appgroep zat op Discord, waardoor andere leden stoute memes werden gedeeld. Laten we dit eens vergelijken met het volgende artikel. In 2021 werd J.S. uit Deinze schuldig bevonden aan aanranding. Maar de rechter besloot hem nog een kans te geven. De man werd veroordeeld tot 4 jaar cel met uitstel. Wat betekent dat hij niet naar de gevangenis zou hoeven als hij zich zou laten begeleiden. Maar een jaar later bleek dat hij deze belofte om aan zichzelf te werken had naast zich neergelegd. Een vriendin gaf hem na een feestje een lift naar huis, maar onder invloed van alcohol en drugs probeerde hij haar te versieren. Toen dat niet lukte, sleurde hij haar over de grond en bedreigde haar met een mes. In eerste instantie wist zij nog te ontkomen en zich te verstoppen in de slaapkamer, maar JS wist binnen te dringen en vervolgens verkrachtte hij haar. Tijdens het onderzoek naar die laatste feiten sloeg deze man nog een derde keer toe. Dat gebeurde tijdens de Gentse feesten afgelopen zomer. Ook in dit geval bedreigde hij een jonge vrouw die vervolgens ook aanrandde. Het Openbaar Ministerie vroeg de rechter in maart om JS deze keer wel streng te straffen en wel met 6 jaar effectief, om de maatschappij te beschermen, luidt het argument. Het gevaar op herhaling is bij hem buitengewoon groot. Pieter-Jan de Smet, de advocaat van de man, drong echter aan op een verdere begeleiding voor zijn cliënt. Op het ogenblik van de feiten kampte hij met een alcohol- en drugsverslaving, zo wierp hij op. Maar mijn cliënt is nu goed op weg om aan zichzelf te werken. Het zou toch zonde zijn om die inspanningen verloren te laten gaan. Ondanks de herhaling van de feit door de man en ondanks de zware feiten, besliste de rechter om in te gaan op de pleidooi van de advocaat. Hij zei tegen de man: u krijgt opnieuw een uitgelezen kans van de rechtbank om u te bewijzen. Hij veroordeelde de man tot een celstraf van 5 jaar, echter met uitstel. U zal zich nu wel aan heel wat strengere maatregelen moeten houden, zei hij. Het mogen duidelijk zijn. Van het neoliberale regime mag u verkrachten wat u wilt, maar als u stoute memes bekijkt, kent de rechter geen genade. En dan gaan we weer naar het noorden. In Nederland blijkt alle welvaartsgroei naar de allerrijkste te gaan. De Nederlandse economie groeide in de afgelopen 25 jaar met bijna 40%, zo schrijft de quote. Maar tegelijkertijd stagneert het loon van de normale werknemers. Toch hoort u daar niemand over, want ja, het regime heeft het te druk met identiteitspolitiek. De economie gaat als een gek. We groeien namelijk meer dan 3% per jaar. Of nou ja, we, een klein gedeelte van de bevolking dan. Want u veronderstelt misschien dat uw koopkracht ook groeit als het inkomen per hoofd van de bevolking groeit, maar zo werkt dat dus niet. Het netto beschikbare inkomen van huishoudens is de afgelopen 25 jaar nauwelijks gestegen. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De armoede onder werknemers is volgens het SCP sinds 1990 toegenomen met maar liefst 42%. Rijk worden is, buiten de mensen die een topinkomen hebben, steeds meer een onhaalbare droom. Want je moet al vermogen hebben om geld te kunnen verwerven, blijkt het, door beleggen en zo. Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar de aandeelhouders. De arbeidsinkomensquote, het aandeel van het inkomen dat naar de werkenden gaat, nam de laatste 4 decennia af met maar liefst 20 procentpunten. De rijkste 1% van Nederland bezit 27,3% van het totale vermogen. En de allerrijkste 0,1% beschikt over maar liefst 11% van het totale vermogen. De cao-lonen echter stijgen, gecorrigeerd voor de inflatie, al sinds de jaren 80 niet meer. Terwijl de economie, zoals gezegd, de afgelopen 25 jaar wel met 40% is gegroeid. Die forse ongelijkheid komt niet uit het midden- en kleinbedrijf.
Want daar gaat 3,5 keer zoveel naar arbeid dan naar de winst. Nee, het gaat om de multinationals. Zoals Unilever, waarmee Rutte zo'n verdacht goede verhouding had. Die hem konden bevelen om de dividendbelasting af te schaffen bijvoorbeeld, via een appje. Het opmerkelijke is dat de Nederlanders zelf geen idee hiervan hebben. Je zou toch denken dat links Nederland de barricades zou opgaan. Maar nee, die richten zich tegenwoordig op genderneutrale toiletten en decolonisatie van de wiskunde. Het is een bekend gegeven dat massa-immigratie door de grootkapitalisten gestimuleerd wordt om de lonen laag te houden. Meer aanbod van arbeid betekent dat je minder hoeft te betalen voor je werknemers. Dit punt wordt gefaciliteerd door de VVD en D66 en zo. En zogenaamd links, zeg maar de PvdA, helpt hen bij dit plan door met regenboogvlaggen het economische onrecht af te dekken. Volgende punt betreft ook Nederland. De NS zet de treinen 3 minuten stil uit protest tegen het geweld in de trein. Nu is het wel zo dat de treinen wel vaker, en dan niet uit protest, stilstaan, en ook heel wat langer dan 3 minuten. Maar de NS bedoelt dit gegeven als een signaal. Het geweld in de trein loopt al jaren totaal uit de hand. In 2014 had ons land al een probleem, omdat het treinpersoneel op de muil werd getimmerd. In 2015 ging men spreken over het bewapenen van het personeel zelfs. In 2020 ging het over de treinterreur door asielzoekers. Vorig jaar werd er nog namens de NS een brandbrief verstuurd. Maar er verandert helemaal niets. VVD-lijster Hysterius zal wel weer roepen dat ze het zo erg vindt, bla bla bla. Gedoe over capaciteit, die maatschappij, de polarisatie, schuld van Wilders. Gespeelde verontwaardiging en geen werkelijke actie tegen deze geweldplegingen. De vakbond van conducteurs schreeuwt om het terugbrengen van de spoorwegpolitie. Die is namelijk afgeschaft. Maar de directeur van de NS wil dat niet, want dat kost geld. En dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van de winst van de aandeelhouders en dus van zijn bonus. De ontwikkeling van Nederland in de afgelopen 40 jaar in het klein. Nog in Nederland hebben wij een geweldige opmerking van onze ex-premier, liever gezegd de missionair premier Rutte. Poetin is een zwakkeling, volgens hem. Maar overschat nou niet Poetin mentaal. Ik heb met de man heel veel gesproken. Dat is geen sterke man, echt niet. Dat is geen sterke vent. En dat is niet iemand waar we nou als persoon vreselijk bang voor moeten zijn. Alleen hij heeft natuurlijk de middelen die Rusland hem biedt om dit te doen. Maar het is als persoon geen sterke persoonlijkheid. Echt niet. Dat kan ik u verzekeren. Nou, die kan het weten, meneer Ruggegraat. Maar hij zal kracht wel definiëren als iemand die ook zijn gevoelige kant toelaat en durft te huilen of een dergelijke metroseksuele onzindefinitie. Laten we duidelijk zeggen, ook als je kritiek hebt op het halfbakken boomerbeleid van Poetin, je moet toch toegeven dat hij de puinhopen van de dronken corrupte Yeltsin heeft opgeruimd en Rusland uit het slop heeft getrokken. Uit het riool heeft getrokken, kun je zelfs zeggen. Hij is al 25 jaar onbetwist de uiterst populaire leider van zijn land. Een land dat weliswaar bijna België is qua corruptie, maar toch een flinke economische groei kent. Zelfs terwijl het Westen Rusland economisch probeert te vernietigen. Dan heeft hij misschien geen aardige uitstraling, hè, zoals die overjarige Twink Rutte, met zijn eeuwige leugens en zijn eeuwige grijns. Maar men zal toch moeten toegeven, het is een sterke man. Zo, dit waren dan wat nieuwsfeitjes van afgelopen week. Volgende week zijn we er weer, maar dan op volle sterkte. We stappen weer in de nieuwstrein en stuiven verder door politiek incorrecte streken op weg naar een nieuwe toekomst voor het Nederlandse volk. Tot volgende week.